Ik ben Cédric Jacquemin. Ik ben in 2010 afgestudeerd aan de Modeacademie in Antwerpen en ben sindsdien mijn eigen label begonnen. Mijn inspiratiebronnen zijn vooral dingen die aan het verdwijnen zijn. Dan gaat het over tribes, dan gaat het over natuur, dan gaat het over landschappen. Dat zijn dingen die mij inspireren, omdat ik daar zo, ik weet het niet, panisch aan vast wil houden. Het is heel makkelijk om op zo'n hype-sneltrein terecht te komen. En daarom dat wij heel bewust op zoek zijn naar cliënteel en buyers en winkels die het concept begrijpen. Als je naar grote huizen kijkt, is dat puur een business. Maar ik denk als je naar jonge labels kijkt en onafhankelijke labels, dat je dat eerder moet vergelijken met iemand die van zijn schilderen probeert in een galerij binnen te geraken en daar ooit geld mee te verdienen. Ik denk dat mensen dat te snel zien omdat dat in de winkel hangt, dat dat producten zijn. En dat is niet altijd waar. Ja, ik wist totaal niet waar ik begon toen ik met deze label begonnen ben. Dat is zo heel organisch gekomen om mijn afstudeercollectie in Parijs te tonen. En voor het wist hadden wij zo 1-2 winkels en dan vond ik dat ik de rest de volgende collectie moest maken en blijven doorgaan. En ik heb ook nooit beseft waaraan ik begon. En het is wel een struggle, maar misschien goed dat ik dat voor het niet wist. Momenteel worden de collecties groter en groter, maar dat betekent een veel grotere development cost. De realiteit is dat wij alles wat we hebben in die development blijven steken. Ik vind het heel belangrijk dat je die voldoening haalt uit dat creatieve. Want dat financiële dat gaat up en down en dat kan heel slecht aflopen, maar je moet dan ook wel de goesting hebben om opnieuw te beginnen en door te gaan. Als ik daar realistisch over nadenk, besef ik ook waarom heel veel mensen aan de tijd zoiets hebben van oei, misschien ben ik aan iets begonnen dat ik niet aan kan. Ik ben blij dat ik Yves daarin heb. Moest ik dit alleen begonnen zijn en nu een investeerder moeten zoeken en dat soort dingen, dan zou dat totaal iets anders zijn.